Yo, en goed dat je kijkt naar een nieuwe video. Thomas hier. Ik kom net aan hier, zoals je ziet, in mijn hotel in Abu Dhabi, waar ik dit weekend even verblijf. En terwijl ik in de auto zat vanaf Dubai naar Abu Dhabi, even snel het uitzicht, wel nice op zich, moest ik ineens ergens aan denken. En dit is iets waarvan ik dacht, yo, hier moet ik gewoon een video over maken, want er zijn zoveel beginners die hier de mist mee ingaan. En hetgeen waar ik het zo over wil hebben is echt iets waar... Ja, wat ik gewoon heel graag een paar jaar geleden had willen weten, wat je heel veel tijd, geld en energie gaat besparen als jij dit principe weet. En ja, waar ik je zo voor gewaarschuwd. Dus ik zet de camera even neer en dan zal ik je laten weten wat ik hiermee bedoel. Dus zoals je waarschijnlijk weet ben ik zelf in 2019 gestart met het online ondernemen. Er is heel veel veranderd in een paar jaar. Maar nu ik natuurlijk een paar jaar verder ben, kan ik jou ook de dingen meegeven die ik had willen weten. En één ding is het volgende. Je ziet ze waarschijnlijk overal voorbij komen. Verkopen op bol.com. Affiliate marketing, forex, crypto, aandelen, moet je in vastgoed gaan, e-commerce, dropshipping, branding. Je ziet het overal. En dit is goed, want geloof mij, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Elk businessmodel werkt tot een bepaalde hoogte. Tuurlijk, ik heb een bepaalde voorkeuren en ik denk ook dat er echt wel bepaalde businessmodellen beter zijn om te starten dan andere. Zeker vandaag in 2023. Maar het belangrijkste om voor jou te beseffen is dat ieder businessmodel werkt zolang jij werkt. En wat ik je nu ga vertellen is een van de grootste valkuilen. Dus, ik was begonnen met e-commerce, was 2019. Na de zomer zat gewoon nog op school en ik was bezig met dropshipping. Ging het lekker? Nee. Was ik elke dag keihard aan het grinden? Ja. Dus op een gegeven moment zat ik ook in een paar van die groepsappen met een paar honderd jonge ondernemers tussen de, wat zal het zijn, 16, 25 jaar. En de een deed forex, de ander deed affiliate marketing, de ander deed dropshipping, et cetera, et cetera. Nou, op een gegeven moment zag ik mensen met, yo, ik verdien echt super veel met affiliate marketing. En ik was bezig met dropshipping. En toen zag ik weer, yo, bol.com, zo easy, guys. Wat er dus gebeurde, is dat ik constant van allerlei dingen hoorde. En op dat moment had ik daar nog niet heel veel last van. Op een gegeven moment draaide ik, wat was het? Mijn eerste 1, 2000 euro per dag met dropshipping. Dus het begon een beetje te lopen. En dat ging best wel lekker. Als je al aan het ondernemen bent, dan zal je dit vast wel met me eens zijn dat standaarden super snel verhogen. Ik bedoel, de eerste keer dat je 1000 euro per dag draait, voel je de koning. En als je op een gegeven moment al 2, 3 duizend euro per dag hebt gedraaid en je draait dan 1000 euro, dan voelt het als een slechte dag. En dat is ook gewoon wat super gevaarlijk is. Aan de ene kant is het goed, weet je, standaarden verhogen, je wil constant level up gaan. Aan de andere kant is het ook minder, want je gaat je minder voelen met mindere dagen, terwijl het veel beter is om in plaats van dag tot dag te kijken naar, hey, welke progressie heb ik bijvoorbeeld in een kwartaal of in een jaar geboekt. Maar wat gebeurde er dus? Ik draaide 1, 2000 euro per dag. Was ik een dropshipbaas? Absoluut niet. Maar ik voelde mezelf wel van, yo, begin het spelletje een beetje te begrijpen. Er kwam ineens wat geld op mijn rekening. Je weet hoe het gaat. Op de een van de andere dag werkte die store niet meer. Dus waar ik gewend was om 1000 euro per dag, 2000 euro per dag om te zetten, kakte die sales ineens helemaal in. Tuurlijk heb ik het later opgelost, maar wat ik dus dacht is, hey, werkt dit businessmodel nog wel? Ik zag in die groepsapp, zag ik mensen praten over bol.com. Yo, hey, is bol.com misschien toch niet beter? Hey, ik zag mensen praten met affiliate marketing. Yo, 500 euro per dag verdien met affiliate marketing. Ik heb er bijna niks voor gedaan. Zal dat niet beter zijn? Zie je wat er gebeurt? En dit is waar heel veel mensen de fout in gaan. Ik heb superveel mensen die ook in 2019 zijn begonnen. En misschien kijken die deze video. Dus ik hoop dat alles goed met je gaat. Maar die eigenlijk al een jaar of vier inmiddels, want het is vandaag de dag 2023, in cirkels blijven lopen. Dus die proberen even dropshipping. Paar sales, ja, duurt lang, net even een inkakker. Hey, ik ga naar bol.com. Bol.com, ja, lastig. Oké, ik ga naar forex. Zie je wat ze doen? Ze blijven in die businessmodellen cirkels rondlopen. En geloof mij, die cirkel eindigt niet waar jij wilt dat die eindigt. Want waar wil jij heen? Jij wilt waarschijnlijk financiële vrijheid, meer met je familie kunnen doen, mensen om je heen goed kunnen zetten, vette hotels bezoeken, in toffe landen komen en wellicht net als ik gewoon even lekker een weekendje eruit naar Abu Dhabi. Weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat je waarschijnlijk grote dromen hebt. En wat ik je wil vertellen en waar ik je voor wil behoeden, is deze businessmodellencirkel. Zo noem ik hem even. Alle businessmodellen kunnen werken zolang jij werkt. Het domste wat je kan doen is dan maar YouTube Cash Cow, dan weer bol.com. En het aller domste wat je kan doen, en als ik mensen hoor die dit doen, dan hoef ik ze ook niet te spreken. Yo, wat voor businessmodel ben jij aan het doen? Ja, ik doe YouTube Cash Cow en daarnaast heb ik nog een dropship store. En ja, ik heb ook nog een listing op bol.com, maar daar hoef ik niet zoveel aan te doen. En ik heb ook nog een forex bot. Oké, man, maar ik zit nog wel op school. Oké. Dus je wil mij vertellen dat je eigenlijk nog nergens bent. Weet je, als je op school wil zitten, moet je lekker zelf weten. Maar dat je in principe nog niet echt heel succesvol bent. Ik bedoel, je maakt nog ineens 10k per maand. Wat oké is, iedereen begint ergens.
Maar je bent met vier verschillende dingen bezig. Wat ben je aan het doen? Het beste wat jij kunt doen is pak één businessmodel. Wat bij jou past, wat bij je leven past, waar jij volle vertrouwen in hebt. Leer van iemand die dit al heeft gedaan. En drie, zorg ervoor dat je voor minimaal 6 tot 12 maanden al ingaat. Als jij mensen ziet die met dat businessmodel gewoon echt hard gaan, dus niet alleen zeggen dat ze hard gaan en wat Instagram stories maken, maar ook echt daadwerkelijk proof hebben dat ze daarmee succesvol zijn geworden, dan is het gewoon belangrijk om van diegene te leren al in te gaan en je daarop te focussen. Ja, je gaat mindere dagen hebben. Ja, je gaat twijfelen aan een bepaald businessmodel. Maar op het moment dat jij blijft aanhouden, je blijft doorgaan, dan gaat dat resultaat vroeg of laat, dat gaat gewoon komen. Maar wat de meeste beginnende ondernemers doen en waardoor ze altijd beginnende ondernemers blijven en waardoor ze nooit het financiële succes, de vrijheid gaan behalen, is omdat ze constant stoppen voordat de zaadjes worden omgetoverd in bomen. Wat bedoel ik daarmee? Dus jij plant een zaadje. Het duurt even voordat er daadwerkelijk een boom staat. En wat de meeste beginnende ondernemers doen, is ze beginnen met het planten van een boom. Dus ze beginnen met een businessmodel. Ze stoppen er wat water bij, gooien er wat zonlicht bij. En voordat het zaadje daadwerkelijk boven de grond komt, dus dat je daadwerkelijk ook een plantje ziet, stoppen ze. En wat gebeurt er dan? Ze hebben overal zaadjes. Maar wat heb je aan overal zaadjes? Daar heb je helemaal niks aan. Het enige waar jij echt wat aan hebt, is plant 1, max 2 zaadjes. Geef die vol water, ga hier al in op. Gewoon tunnelvisie, gewoon 6 tot 12 maanden. Ik bedoel, wat is 6 tot 12 maanden van je hele leven? Ga er al in op. Alle afleiding gewoon weg. Focus gewoon op één ding. Word hier de allerbeste in. Ga naar minimaal 10.000 per maand, want dat is dat je leven een beetje kan gaan veranderen, dat je wat meer vrijheid hebt. En ga dan lekker doen wat je wil. Ook dan raad ik je trouwens aan om te blijven focussen. Maar zeker in het begin, jongens, blijf alsjeblieft niet in die cirkel rondlopen. Het is ook niet stoer als je 4 verschillende businessmodellen doet. Het is ook niet stoer als je in je bio zet brand builder, maar je hebt nog maar 2 sales op Shopify gemaakt. Het is gewoon belangrijk dat je op jezelf focust, bezig bent met je eigen journey. En ja, je kan motivatie krijgen van anderen. Maar het laatste wat je wilt doen is vlak voordat je resultaat ziet weer switchen naar een businessmodel. En dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen. En dat je die cirkel constant blijft lopen. Want dat is absoluut niet hoe jij gaat komen waar je wil zijn. Alright, ik hoop dat je het een toffe video vond. Ik hoop dat ik je ook een beetje heb kunnen inspireren. Mocht je dit soort video's nou dik vinden, waardevol vinden, het enige wat ik even van jou vraag is abonneer op dit kanaal. Laat in de comments achter wat je van deze video vond. Dat betekent heel veel voor mij. Knal even op de like en dan zie ik jou bij de volgende video. Ciao!